In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Wat we vandaag gaan doen is een beetje anders dan wat jullie van mij gewend zijn. We gaan namelijk een heel kleine mini bloemlezing doen uit het boek van de Psalmen. En we gaan dit vandaag op deze manier doen, omdat ik tijdens het voorbereiden steeds op dezelfde vers stuitte die in verschillende psalmen stond. En ik wilde daar wat mee. Ik wilde dat met jullie delen, dus dat ga ik vandaag doen. De eerste vers die ik met jullie wil bespreken komt uit Psalm 34, vers 19. En daar staat: de Heere is nabij de gebrokenen van hart. Hij verlost de verbrijzelden van geest. Dus de Heere is nabij de gebrokenen van hart. En hij verlost de verbrijzelden van geest. Even later, ergens aan het einde, een van de laatste psalmen, Psalm 147, staat in vers 3: hij geneest de gebrokenen van hart en hij verbindt hen in hun leed. En dat zijn twee versen die heel erg op elkaar lijken. Ik wil dat je dat even in je achterhoofd houdt. Er komt er straks nog een derde vers bij, maar we gaan het eerst hebben over deze twee versen en eigenlijk waarom ze zo op elkaar lijken. Als je ze hier weer naast elkaar ziet, ik hoop dat je dat in het scherm kan zien. In Psalm 34 staat: de Heere is nabij de gebrokenen van hart, hij verlost de verbrijzelden van geest. En in Psalm 147 in vers 3 staat: hij geneest de gebrokenen van hart en hij verbindt hen in hun leed. De gemeenschappelijke deler in deze twee versen is het gebroken hart. Mensen met een gebroken hart. En dan zou je kunnen zeggen: koning David was toch iemand die alles had wat zijn hartje begeerde. Hoe wist hij wat een gebroken hart was? Hij had een goede relatie met God. Hij had goede relaties met mensen. Hij was geliefd als koning. Hij was gekozen als koning door God. En hij wist wat God zijn wil was in zijn leven. Hoezo had hij een gebroken hart en hoezo wist hij dat? Maar wat we ook weten is dat David een gevoelig mens was. Iemand was die een artiest was en die heel erg aan kon geven en kon uiten wat hij voelde en waar hij precies behoefte aan had. En hij wist wat het was om verdrietig te zijn, om gebroken te zijn. Dat kwam omdat David zo dicht bij God stond dat hij verdrietig werd als hij God verdriet deed. Als hij een zonde beging die God verdriet deed, dan merkte David dat aan zichzelf. Dan wist hij: ik heb iets verkeerd gedaan. En zoals we ook allemaal weten en zoals we ook dagelijks bidden met onze boetpsalm in de Egbeë, voor elk uur, dat is de psalm die David heeft geschreven nadat hij de grootste fout van zijn leven beging. Maar afgezien daarvan wist hij wat het was om verdriet te kennen, om pijn te kennen, om gebroken te zijn. En misschien weet jij dat ook wel. Misschien heb jij ook wel eens iets meegemaakt in je leven waardoor je denkt van: goh, ik voel me inderdaad gewoon gebroken. Ik voel me zo'n pijn gedaan en zo'n tekort gedaan en ik ben kapot. Dat is geen fijn gevoel. Dat is geen gevoel wat ik je gun, maar dat is wel een beetje een gevoel wat hoort bij het leven. Want natuurlijk is er niks altijd zonnig en fijn en leuk. Er hoort verdriet bij het leven, omdat we mensen zijn, omdat God op deze wereld heeft gezet. En omdat we soms keuzes maken die niet altijd in ons voordeel werken, hebben we gewoon pijn, af en toe. Het mooie dus aan deze psalm is dat het niet alleen stopt. Hij zegt alleen niet: nou, de gebrokenen van hart, dat wat vervelend voor je en wat zielig. Hij zegt daar al iets over. Hij zegt daarover dat God bij deze mensen is. De mensen die een gebroken hart hebben, daar is God zo dichtbij. Want in Psalm 34 zegt hij dus: Heere is nabij. Hij is dichtbij die mensen, hij is vlakbij. Hij is in de buurt van de mensen die pijn lijden, die een gebroken hart hebben. Hij verlost ze als hun ziel pijn doet, als hun geest pijn doet. En hij geneest de gebrokenen van hart, zegt hij in Psalm 147. Dus hij is dichtbij, maar hij geneest ze ook. De gebrokenen van hart zijn mensen die God dichtbij hebben. De gebrokenen van hart zijn mensen waarin in hun aanwezigheid je de aanwezigheid van God misschien wel heel erg kan voelen, kan meemaken. Vaak als het wel goed met ons gaat, als we gelukkig zijn en als alles ons voor de wind gaat, dan denken we hebben God niet nodig. Maar de gebrokenen van hart, dat zijn de mensen die God op zouden moeten zoeken, omdat ze juist zo'n behoefte hebben aan iets van lijm wat dat hart weer bij elkaar krijgt. En dat is God. Dus David geeft hiermee aan: die troost is er, de belofte is er.
Zoek jij God wel? Want hij is dichtbij. Je hebt pijn, ik weet het, het is heel naar. Maar ik heb meegemaakt en ik heb kunnen ervaren dat als ik pijn heb en als ik een klein beetje gebroken ben, dat ik God ook weer kan vinden. Want hij is dus dichtbij. Hij is dichtbij juist op die momenten dat ik zo'n pijn heb. Juist op die momenten dat ik zo'n chaos in mijn leven heb en niet weet wat en hoe. Juist op die momenten is God in mijn aanwezigheid. En ik heb wel eens een priester horen zeggen, dat vond ik wel heel mooi, is dat de mensen die gebroken zijn, die een gebroken hart hebben, die zoveel verdriet meegemaakt hebben, dat zijn mensen, dat zijn bronnen van zegen. Dat zijn mensen waarvan je weet, als ik in hun buurt ben, dan ben ik in de buurt van God. Ik ben in aanwezigheid van iets wat heilig is. Dus die priester, wat hij dan deed, als hij bij die mensen kwam, deed hij zijn schoenen uit om in de buurt te kunnen komen van deze mensen. Net als vroeger Mozes bij de brandende struik niet mocht komen omdat God daar aanwezig was, dat hij zijn schoenen uit moest doen. Dat was de opdracht. Dus die priester die deed dat, die deed zijn schoenen uit als hij bij iemand op bezoek ging waarvan hij wist, dit is iemand die iets moeilijks meemaakt. Iemand die door een heel diep dal gaat. Dit is iemand waar God dichtbij is. Dus ik ga daarvan profiteren. En ja, dat klinkt misschien een beetje als een belofte of een troost waar je niet veel aan hebt als je zo'n pijn lijdt. Maar ik wil je vragen om het binnen te laten. Om God binnen te laten op zo'n moment. Want op zo'n moment is het heel moeilijk om positief te blijven. En dat vraag ik ook niet van je. Niemand vraagt van jou als je gebroken hart hebt en als je naar meemaakt, dat je dan positief blijft en blijft zeggen het komt goed. Misschien komt het niet goed op jouw manier. Misschien komt het niet goed op de manier die jij voor ogen had of het plan dat jij had. Misschien komt dat wel helemaal niet. Maar is dat het allerergste wat er kan gebeuren? Dat weten we niet. Wat we wel weten, is dat God voor jou een plan heeft. En dat Gods plan voor jou een beter plan is dan jouw plan voor jou. En op die manier wil ik je aanmoedigen om God inderdaad te zoeken op het moment dat je inderdaad in zo'n diep dal zit. En dan zal je hem kunnen horen en dan zal je hem kunnen vinden. Want God laat zich vinden. God laat zich roepen. Roep hem ook vooral aan, daarom. Dus dat staat er eigenlijk in deze twee psalmen. Hetzelfde, als ik een gebroken hart heb, dan is God in de buurt en hij wil me fixen. Hij wil me eigenlijk weer goed krijgen en fijn krijgen en dat ik weer lekker in mijn vel zit krijgen. Dat wil God voor mij. En wat hebben we nog meer gezegd? We hebben ook gezegd, op zo'n moment ben je heel erg gezegend. Is gezegend hetzelfde als leuk, als fijn, als lekker? Nee, maar gezegend betekent wel, God is in de buurt en God heeft een bedoeling met mij. Dus ik ben gezegend, dat is niet per se positief. Dat wil ik er ook niet van maken, want dat is het misschien ook niet. Dat zal het misschien ook nooit worden. Maar het is wel troost en het is ook een belofte. Het is een zegening, een troost en een belofte. En waar vinden we dat nog meer terug? Want ik heb jullie aan het begin heb ik jullie een derde vers beloofd. En deze vers staat in Psalm 56, vers 8. En daar staat in heel kort, een stuk in bijzin is het eigenlijk, staat: doe mijn tranen in uw kruik. Wat bedoelt David daarmee? Want God gaat niet achter hem aanlopen met een flesje en zijn tranen verzamelen. Maar wat David daar eigenlijk mee bedoelt, is dat God vergeet onze tranen niet. Elk klein gebed wat uit jouw hart komt, wat eruit komt met zo'n passie, met zo'n overgave, met tranen, met verdriet, dat vergeet hij niet. Je kan het eigenlijk je zo voorstellen dat God inderdaad jouw tranen opvangt en ze bewaart. Bewaart voor het moment dat hij jou weer daar alles goed voor gaat maken. Dus die tranen gaan niet weg. Die tranen die jij hebt gehuild, die zijn niet voor niks. Die gebeden die jij hebt gebeden, die zijn niet voor niks. En misschien dus niet op jouw manier. Misschien gaat God je niet vergoeden op jouw manier, maar op zijn manier. Hij vergeet het niet. God heeft jou in zijn handpalmen gegrift. God houdt van jou. God wil niet dat jij leeft in chaos en pijn. God wil jou geven, maar van zijn zegeningen en van zijn liefde, van zijn troost. Dus die beloftes waren niet loos. Die tranen, die zijn er. Dat gebroken hart van jou, dat is er. En dat is heel verdrietig en dat is heel naar en dat is heel pijnlijk. Maar het is ook een hele grote zegen. En dat wilde ik je vandaag eigenlijk meegeven aan de hand van drie verschillende versen in drie verschillende psalmen. Psalm 34, Psalm 147 en Psalm 56. En ik hoop dat je God wil opzoeken en hem eigenlijk wil herinneren aan deze belofte als je zo'n pijn lijdt. Goh, God, dat heb je toch gezegd? Geef mij dan, verbind mijn wonden dan, heel mijn hart dan, wees bij mij dan. Want u hebt dat gezegd, u hebt mij dat beloofd. Geef het me maar. En je zal niet teleurgesteld raken.
En misschien geeft God je niet wat jij vroeg of wat jij wilde, maar hij zal je iets mooiers en beters en in ieder geval iets geven waar jouw eeuwige leven baat bij heeft. Ik hoop dat je vandaag mee hebt kunnen lezen, mee hebt kunnen profiteren en ik zie jullie graag bij een volgende aflevering van Het Woord van het Leven. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God. Amen.